Moeten we eens proberen om Bruce Willis of Harrison Ford of Willie Sommers vast te krijgen in die periode? Dat is niet te doen. En de kalkoenen krijg je waarschijnlijk ook niet te pakken? Nee, Britney Spears was niet vrij. Enfin, ik weet, uit goede bron, maar ik weet niet of ik dat mag vertellen, heb ik wel gehoord dat Mieke Vogels haar borsten wil laten verzekeren. Aha. Maar er is geen enkele maatschappij die daar wil tussenkomen. Het is nog niet gedaan. En ze hebben er ook eens een expert naartoe gestuurd, maar die hebben ze nooit meer teruggevonden. Eerlijk gezegd, nee. En ik ben in principe een grote tegenstander van schoonheidsoperaties. Ik zie het. Ja. Maar kort, wie ga je deze week voor ons ontmoeten? Deze week zie ik Cher. Of tenminste, wat er van overblijft. Veel succes met de puzzel, Erik van Rooij. Toyboys. Ikzelf ben nog een tijdje de toyboy geweest van Annemie Nijts. Ja. En ik van La Esterella. Een journalist heeft ooit gezegd, na een nucleaire oorlog zullen er nog twee levensvormen overblijven. Kakkerlakken en Cher. En Nicole en Hugo natuurlijk. Hoe zit het met die film Suck on You? Het is Stuck on You. Ja, die ook. Die ook, ja. Dat is een zeer goede film en die loopt sinds gisteren in onze bioscoop. Marcel, vertel eens, heb jij een paar in ochtend mensen? Ja, toch. Ik moet wel. Vanochtend was de kleine om 5 uur wakker. Nee. Echt, 5 uur. Een ochtenddirectie. Laat het kort, maar ja. Nee, dat zegt dat de kleine wakker was. De kleine was wakker, ja, ongeveer. Dat is serieus. Ah, ja, ik heb gezegd een echte kleine. Ja, een echte kleine. Ja, ik had gezegd. Dat is helemaal niet meer, sorry. Ja, ja, ja. Ja, spreek voor jezelf, hè. Mijn kleine is dus wel... Erik, hoe word jij wakker? Ja, daar kan ik niet meer over. Nee, ik weet al iets. Het is heel vreemd, Mark. Als ik wakker word, dan zie ik er een beetje uit als Erik van Rompuy. Dat is echt waar. Maar dan tegen de avond wordt dat beter. Ja, het is toch avond? Ja, ik weet het. Want zij heeft schoenmaat 45. En dat is toch wel, ja, dat is veel. Ja, dat is veel. Ik kom bijvoorbeeld zelf niet verder dan 42. En jij, Bart? 43. Nee, dat is je IQ, maar je schoenmaat. Nee. Mijn IQ is, gaat ervan verschillen, is 156. Mm-hmm. Alle drie tests bij elkaar geteld. Maar poep maar op, chef, heb je dat ook van je Russische pennenvriendin geleerd? Nee, dat komt van een zeer oud Antwerpse mopje. Eigenlijk een van de eerste mopjes die ik als kind geleerd heb. En hoe gaat dat mopje? Het is een zeer oud mopje. Nee, het gaat over de vraag van wie zijn de uitvinders van de pil. Ja? En dat zijn er eigenlijk twee. Dat is een Rus, poep maar op, chef. En een Chinees, Bang Van Jong. Kunnen we die mensen die dat mopje heeft verzonnen ook voor de rechtbankdagen? Of is het verjaard? Verjaard. Maar Yannick Noah die spreekt Frans en jij komt uit Antwerpen, dus heeft hij jou verstaan? Ik had 1 week tijd om Frans te leren. J'ai vu mon père. Maar versta jij dat erop? Kut met peren? Nee. Ik heb gehoord dat er vandaag 100 supporters van KV Mechelen uit de trein zijn gezet. Hoezo? Omdat ze in eerste klasse zaten. Nee, ja. Weet je, Brittany Murphy, Erik, heeft zij een grote of een kleine partner? Wel, ze heeft geen partner en ze woont nog bij haar moeder. Nog een gelijkenis met jou? Ja. Dat is niet waar. Ik woon bij zijn moeder. Ja. En voor een bepaalde scène in Pearl Harbor, waarin een verpleegster hem een spuitje moest geven in zijn achterste, heeft hij gebruik gemaakt van een zogenaamde body double. Een butt double in dit geval. Een vervangreed op zijn... En er wordt ook gezegd dat hij een vals gebit heeft en dat hij een toepetje draagt. Serieus? Ja. Maar misschien moeten we daar niet te vrolijk over doen, want ik ken persoonlijk heel veel mensen met toepetjes. En er is uiteraard niks mis mee. Enfin, dat van nu hangt een beetje scheef vanavond. Wat zit jij daarmee te lachen? Ik heb dat van mij juist bijgeknipt. Ah, ja. Het is ook grappig, Mark, want hij heeft onlangs $1,5 miljoen gekregen om een reclamespot te draaien voor shampoo. Wat ook vreemd is als je een toepetje draait. Het is een beetje alsof je Hugo Koveliers zou betalen om een spot te draaien voor tandpasta. Ja, ja. Of Natalia om reclame te maken voor een modieus kledingmerk. Ja. Als dat dan zijn voorbeeld is, dan kan je maar beter niet verliefd worden op George Clooney. Nee, dat denk ik niet, want hij heeft in een macho bui ook ooit gezegd de meeste van mijn relaties duren wel geteld 90 minuten. Wat ik met het aan- en uitkleden erbij persoonlijk behoorlijk lang vind.
Ja, er is ook dat bekende verhaal dat hij bij het begin van zijn carrière 1 jaar lang in een kleerkast heeft gewoond. Oh. In het te kleine appartement van een vriend. Yeah. En het grappige is natuurlijk dat to come out of the closet, of uit de kleerkast komen, dat betekent in feite toegeven dat je homo bent. Dat is waar. Een beetje dus wat Walter Capio onlangs heeft gedaan. Yeah. Maar bij Walter Capio moet je natuurlijk moet je beter spreken van uit het nachtkastje komen. Ja. Weet je al wie je volgende week gaat interviewen? Ja, ik blijf in de muziekwereld, want morgen zie ik de groep 3T. En dat zijn de neefjes van Michael Jackson. Neefjes of vriendjes? Dat zijn de neefjes. De neefjes, oké, dat is goed. Maar ze hebben wel, net als Michael Jackson, geen lief. Gewoon geen tijd voor, zeggen ze. Maar meestal, bij ons zijn er ook van die bekende figuren zonder lief. Ik wil nu geen namen noemen, maar Bart Kuil, Luc Kappermond. Meestal is dat toch niet helemaal kosher. Dus heb je die neefjes daar ook iets over gevraagd? Over Bart Kuil? Nee. Het is eigenlijk lang geleden dat ik jou dat nog heb zien doen. Kan jij nog flikvlakken? Nee, dat is gedaan. Is dat? Sorry, hoe komt het? Ik ben 10 keer overdikt en ik krijg mezelf niet meer omhoog. Is er eigenlijk geen cd die je moet laten zien, contractueel gesproken? Ja, dat klopt. Het is een nieuwe cd van 3T. En die heet Identity. En die ligt hier... Fuck. Oh nee, dat is een dvd van Alzheimer. Ja, die gooien ze naar je hoofd tegenwoordig. Geen geld. Dat is de cd. Dus dat is zeer goede muziek vanaf deze week in de winkels. Ah, ja. En hier achter die kussens nog. Weet je ook wie je volgende week ziet? Nichtjes van Michael Jackson? Nee, volgende week is het mijn laatste show. En ook die van u. Dus ga ik een montage maken van mijn meest gênante interviews. Dus geen een best of, maar een soort worst of. Het slechtste van. Ja. Ik zal de kijkers maar al verwittigen. Dat wordt een zeer lange aflevering. En toch kijken we ernaar uit. Bedankt, Erik van Looy. Laten we inderdaad hopen dat de gebroeders van Rompuy al in bed lagen op dit moment. En hopelijk niet bij elkaar, zie. Heb je ook deze week een cd of een dvd die je om een of andere reden moet laten zien? Nee, maar ik heb wel een Woody van hiernaast vrij te zitten. Maar... Woody, ik zal het maar beter niet laten zien. Niet laten zien. Trouwens, wees gerust, iedereen weet hoe een Lucifer eruit ziet. Er is wel iets vreemds, Erik. Ja. Ik heb gehoord dat jij vanaf maandag een tv-programma gaat presenteren. Ja, de slimste mens ter wereld. Een heel serieus programma. En welk van de twee is verkeerd gekozen? De titel of de presentator? Allebei. Ja, dat is goed. We praten er straks verder over. Hartelijk dank, Erik van Looy. 113. E211. Nee, die ken ik niet. Die heb ik nog nooit genomen. Ik dacht dat die van Luxemburg de 211 was. Nee, dat is 400. Oh, Erik! Het wordt een aparte quiz. Ja, een heel aparte quiz. Moet je zo wil gaan staan? Ja, maar dat is niet meer serieus. Ja, meneer Troes, kijk, het is heel eenvoudig. Je kent het spelletje wel. Je houdt... Ja, maar terug op school dus. Ik hou mijn handen zo. Ja. Jij houdt je handen daaronder en je slaat op mijn handen. Maar als ik ze tijdig terugtrek, dan mag ik, hè? Hola! NATO says that it's flown 679 missions against Yugoslavia in the past 24 hours. Unconfirmed reports of civilian casualties. In Marion County, Steve Trent, WPDE Action News. Excuse me.